Planten melken, het kon wel een 1 april grap zijn, maar niets is minder waar. Bij Flora Fluids in Venlo wordt er volop mee geëxperimenteerd. Voor het melken van planten is onder meer elektriciteit nodig. Als ik nou die stroom erop zet, zul je hier zien dat die plaat als een magneet gaat werken. Daarmee zal die ook die sappen, die deeltjes die we willen hebben uit de plant aantrekken. Nou, dan zal ik hem nu aanzetten en dan zie je echt dat het takje nu naar de plaat toe getrokken wordt. En op die manier worden dus stoffen uit de plant getrokken, gemolken als het ware. Het gaat maar om kleine hoeveelheden, zoals hier te zien is bij de taxus. Het kleine draadje, daar gaat het om. Toch denkt het bedrijf dat melken van planten winstgevend kan zijn. De taxus bijvoorbeeld bevat de stof taxol. Dat wordt gebruikt voor de behandeling van kanker. De prijs voor 1 kilo? Ruim 4 miljoen euro. Om het melken van planten winstgevend te maken, moet het proces wel op grote schaal worden toegepast, en daar wordt nu aan gewerkt. Ik denk dat je je moet voorstellen is dat wij een, een, een machine ontwikkelen waarin dit soort potjes automatisch opgepakt kunnen worden, de machine ingaan, daar het proces ingaan en daar aan de achterkant weer uitkomen en weer netjes eh, teruggeplaatst worden. Als het aan Flora Fluids ligt, wordt het melken van planten een extra inkomstenbron voor telers. Die telen de plant, melken ze en als ze groot genoeg zijn worden ze verkocht. En dat is bij verschillende planten mogelijk. Zoals hier, de, de taxis waar we volop mee bezig zijn, hebben we ook een, een plant als bonenkruid waar carvacrol in zit. En carvacrol is een stof die zorgt voor bacterieremming. En zo bevatten bijna alle planten stoffen die bruikbaar zijn. Het bedrijf verwacht over twee jaar op grote schaal planten te kunnen melken.